hevig zich verspreidend geweld over veel gebieden in India na de moord op de premier, mevrouw Gandhi. De twee fractieleiders van de regeringspartijen in de Kamer zijn hoogstpersoonlijk in touw gekomen en betrokken bij een muurvastzittende ruzie over het wetsontwerp tweeverdieners. Minister Ruding van Financiën hoeft van de rechter geen excuses meer te maken. Hij moet wel de onkosten betalen van het kort geding over zijn uitspraken over werkloze jongeren. Amsterdams burgemeester Van Tijn heeft een samenscholingsverbod voor groepen van meer dan 4 personen afgekondigd op de Zeedijk. Goedenavond. Bloedig geweld is er in heel India na de moord op premier Indira Gandhi. Tijdens wraakacties zijn tenminste 100 mensen gedood en er zijn honderden gewonden. Het leger probeert in een paar steden de rellen te onderdrukken. Het geweld is overal gericht tegen de Sikhs en hun tempels en andere bezittingen. Woedende menigtes vallen de Sikh-eigendommen aan en de schade wordt steeds groter. Het geweld tegen de Sikhs is opgeleid omdat deze godsdienstige groepering in zijn geheel verantwoordelijk wordt gesteld voor de moord op Indira Gandhi. Ze werd gisteren in Delhi neergeschoten door 3 van haar eigen lijfwachten die tot de Sikhs behoren. De Britse acteur en regisseur Peter Ustinov, in India voor een documentaire over Gandhi, was vlak bij de moord. Commanders coming to terms with the assassins, one of whom is dead and the other one has survived, but is in critical condition in the hospital. Unfortunately, the murderer was a Sikh. A man who had been with Indira Gandhi for 15 years and who had been removed from his post to some other post, but she had missed him and asked for him back. This was the result. Peter Ustinov over een van de daders. In verschillende steden is het leger nu ingezet en in zeker 20 plaatsen hebben de autoriteiten een uitgaansverbod ingesteld. Maar daar trekt het publiek zich weinig van aan. Overal wordt gevochten en geplunderd. De Hindoes nemen op deze manier wraak voor de moord op hun premier. Donkere wolken boven Delhi. Er zijn daar tientallen branden gesticht en er wordt geschoten. Eerst stonden leger en politie vrijwel machteloos, maar nu hebben ze opdracht om zonder waarschuwing te schieten op onruststokers. Overal in de stad de sporen van de strijd. Intussen is in India de eerste dag van 12 dagen nationale rouw verstreken. En dat betekent onder meer dat regeringsgebouwen, theaters en winkels daar dicht zijn. En vandaag ook is het lichaam van Indira Gandhi overgebracht naar een museum. De vroegere woning van haar vader, de eerste premier van India. Duizenden en duizenden Indiërs verdringen zich om nog een glimp op te vangen van de vermoorde leider. Bij de baar staat ook Indira's zoon Rajiv. Rajiv, die gisteren een paar uur na de moordaanslag werd benoemd tot nieuwe premier. In het gedrang zijn tenminste 40 mensen gewond geraakt. Ze werden onder de voet gelopen. Uit alle macht moest de politie proberen de menigte in bedwang te houden. Buiten de stad, op een terrein aan de Yamuna-rivier, is men druk bezig met de voorbereidingen van de crematie van Indira Gandhi. Zaterdag wordt die verbranding in open lucht gehouden. Er wordt een eenvoudig platform gebouwd op het terrein waar ook gedenktekens zijn voor Gandhi's vermoorde zoon en voor haar vader, Nehru. Hoge vertegenwoordigers uit de hele wereld komen zaterdag naar India om daar die crematie van Indira Gandhi bij te wonen. Ook prins Klaus zal de plechtigheid bijwonen en namens de Nederlandse regering mevrouw Schol, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
Het conflict over het wetsontwerp voor de tweeverdieners in de Tweede Kamer zit muurvast. Dat bleek vandaag op de tweede dag van de behandeling van dat wetsontwerp. Den Haag, Gerard Arninkhof. Tot nu toe was er ruzie over tussen het CDA en de VVD, maar na vandaag is er ook een conflict tussen het CDA en het kabinet. Het gaat om het toekennen van een belastingvoordeel aan mensen met een baan, de zogenaamde arbeidstoeslag. Het conflict spitst zich toe op de vraag of het CDA zich wel houdt aan de afspraak over de hoogte van dat bedrag. Het CDA wil die arbeidstoeslag verlaagd hebben tot 350 gulden, want, zegt het CDA, de afspraak met de VVD om die te stellen op 425 gulden was niet bindend. Maar dat werd vandaag namens het kabinet bestreden door staatssecretaris Koning. Wij hebben van de zijde van met name de CDA-fractie persoonlijk, en ik ben de eerste ondertekenaar van het wetsontwerp, geen signalen bereikt voor Prinsjesdag dat de hoogte van de arbeidstoeslag door de CDA-fractie in het geding was. Ik ben ervan uitgegaan dat u zwijgt toestemt. En ik ben er derhalve van uitgegaan dat beide fracties akkoord waren, dat beide fracties zich met andere woorden aan het stuk politiek gebonden achten. Hij deed dan ook een beroep op het CDA om het voorstel de arbeidstoeslag te verlagen in te trekken. Maar het CDA hield voet bij stuk. Ik kan u slechts mededelen dat beide ondergetekenden van het amendement van Iersel de Vries vasthouden aan het amendement. Het conflict liep zo hoog op dat ook de fractievoorzitters er zich in mengden. CDA-fractieleider De Vries benadrukte nog eens dat de afspraak niet bindend was. Maar Nijpels, VVD, bestreed dat. Wij zijn in het vooroverleg zowel naar de VVD-fractie als naar het kabinet toe volstrekt duidelijk geweest. Nou, wat ik dus vaststel is dat de heer De Vries niet instemt met dat wat de staatssecretaris van Financiën namens het kabinet heeft vastgelegd. En dat is toch in deze zaal van aanzienlijke betekenis, namelijk dat er sprake was van politieke binding van de fracties van CDA en van VVD aan dit voorstel. En ik kan dus niet anders geen andere conclusie trekken dan dat de fractie van de CDA zich op dit moment onttrekt aan die politieke binding die ook de bewindslieden van de CDA kennelijk aanwezig achten. Straks legt staatssecretaris Koning in de Kamer een verklaring af over de politieke situatie die nu ontstaan is. En dan de baas van staatssecretaris Koning, de minister van Financiën, Ruding. Die hoefde zich van de rechtbank in Den Haag vandaag niet voor de tweede keer te verontschuldigen voor zijn uitspraken over werkloze jongeren. Wel is minister Ruding door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van de kosten. Kort geding kwam vandaag van de president van de rechtbank in Den Haag, meester Wijnhold. De jongerenbeweging FNV eiste dat minister Ruding in het openbaar zijn excuus zou aanbieden. Onder andere voor zijn uitspraak dat veel jonge werklozen bij het zoeken naar werk er zich met een Jantje van Leiden afmaken. Maar die eis werd afgewezen. Beslissend voor de afloop van het proces is dat de minister inmiddels in de Tweede Kamer zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. Voor het recht is daarmee de kous af. De minister hoeft niet voor een tweede keer verontschuldigingen te maken. In dit geval verliezen de eisende partijen, maar ze hoeven niet de kosten te betalen. In het vonnis wordt uitgelegd waarom. Het komt in het kort hierop neer dat de proceskosten nodeloos zijn veroorzaakt. En dat door een minister van Financiën. Meneer Bouw, u hebt de uitspraak gehoord. Wat is uw eerste reactie? Ik ben bijzonder blij met deze uitspraak. Dat de eis is afgewezen. Wordt door de rechter verklaard uit het feit dat de heer Rudy alle excuses heeft aangeboden in de Kamer. En hij vindt het niet nodig dat hij het nog een keer doet. Maar wat bijzonder opvalt is dat niet de eisende partij die verloren heeft in de kosten van het geding wordt veroorzaakt. Maar dat zoals de rechter het formuleerde, de eisende partij op onnodige kosten is gebracht door het handelen van de minister. Minister Korthals-Altes is tegen een georganiseerde burgerwacht, zoals die momenteel in Amsterdam in oprichting is. Dat zei hij vanmiddag in ons 5:30 journaal. In Den Haag daarover Geert van der Wulp. Het was een duidelijke waarschuwing in de richting van wat momenteel in Amsterdam gaande is. Burgers worden er opgeroepen om in groepjes van zo'n 7 man en een hond de straat op te gaan om onder meer geparkeerde auto's te beschermen tegen inbraak en diefstal. Maar een echt georganiseerde burgerwacht is volstrekt verboden. Minister Korthals-Altes erover.
Ik begrijp heel goed dat er burgers zijn die wat actiever willen zijn wanneer het gaat om het beschermen van hun eigen goed. En sociale controle juich ik toe. Maar een echte burgerwacht, een organisatie die de taak van de politie gaat overnemen, dat kan niet, dat is een strijd met de wet. Als het daartoe zou uitgroeien, zouden we maatregelen moeten nemen. Wat op dit ogenblik in Amsterdam te zien is, heeft duidelijk de aandacht van het Openbaar Ministerie. En zodra duidelijk blijkt dat het een echte organisatie dreigt te worden, dan zullen we duidelijk waarschuwen, en dat wil ik nu ook wel doen, dat dat in Nederland verboden is. De gewone mensen mogen dus niet op de stoel van de politie gaan zitten. Maar het betekent niet dat de minister geen begrip zou hebben voor het Amsterdamse initiatief. Een georganiseerde burgerwacht is verboden. Aan de andere kant moeten we ons goed ervan bewust zijn dat met die toegenomen criminaliteit van de mensen zelf, wanneer het om hun eigen goed gaat, en ook wanneer je op straat wat ziet gebeuren, dat het beter is, maar dan niet in georganiseerd verband, dat er wat meer sociale controle komt. Dat juich ik toe, maar in georganiseerd verband, nee. Kortom, als het maar een beetje vrijblijvend blijft, dan mag het van de minister wel. Maar als men ook maar iets verder gaat, dan zal hij ingrijpen. Vanmiddag heeft de politie van Middelburg het Turkse echtpaar Yılmaz Fidan vrijgelaten. Dat gebeurde in opdracht van de staatssecretaris van Justitie, mevrouw Korte van Hemel. Begin deze week was het echtpaar uit een kerk in Middelburg gehaald en daar probeerde te ontkomen aan uitzetting uit ons land. Net als in de afgelopen dagen werd vandaag voor het politiebureau in Middelburg gedemonstreerd voor de vrijlating van het echtpaar. Vanmiddag gaf mevrouw Korte van Hemel de politie opdracht tot vrijlating. Dat deed ze omdat haar antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over deze kwestie nog wel een week op zich zal laten wachten. Het echtpaar kon dus vanmiddag naar huis. Maar het zal zich in afwachting van de definitieve beslissing van de staatssecretaris iedere dag moeten melden op het politiebureau van Middelburg. Allemaal hartelijk bedankt. Op last van burgemeester Van Tijn van Amsterdam geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod op de Zeedijk. De overlast voor de buurt was volgens de gemeente zo groot dat onmiddellijk moest worden ingegrepen. Groepen verslaafden, vaak 200 tot 300 mensen groot, maakten zich schuldig aan berovingen en verzetten zich ook tegen politieaanhoudingen. Nu mag de groep niet groter zijn dan 4 personen. En als gevolg van de maatregel was het betrekkelijk rustig op de Zeedijk. In de loop van de morgen heeft de politie druggebruikers en handelaren gemaand de Zeedijk te verlaten. Ook werden pamfletten door de politie uitgedeeld. De klachten van de bewoners van de Zeedijk en de omgeving namen snel in aantal toe door het sluiten van de junkieboot en een pand waar heroïne werd gebruikt. Door de overlast op de Nieuwmarkt, een woonbuurt, joeg de politie de druggebruikers weer naar de Zeedijk. Volgens burgemeester Van Tijn was hier sprake van een communicatiestoornis binnen het politieapparaat, omdat die maatregel in een interne instructie voor de politiemensen van de buurt juist werd bevolen. Ten onrechte, volgens burgemeester Van Tijn. De politie maakte al gebruik van het verwijderingsgebod waarmee mensen voor een bepaalde periode uit de Zeedijk geweerd kunnen worden. Maar overlast nu werd ondraaglijk voor de buurt. Commissaris De Winter. Er is door een samenloop van omstandigheden, sluiten van de junkerboot, sluiten van een ander gedoogpand in de Atjeestraat, een overmaat van drugsgebruikers, handelaren op de Zeedijk ontstaan. De bewoners hebben daar terecht over geklaagd bij de burgemeester. En de burgemeester die vindt dat aan die situatie een eind moet komen. En op grond daarvan heeft hij een verbod uitgevaardigd waarbij wij tegen samenscholingen van 4 en meer personen daar kunnen optreden. Wij hopen, de oproep was ook aan de mensen gedaan om weg te gaan en niet meer terug te komen. En we hopen dat dat een gevolg heeft. Het betekent toch een spreiding naar andere plaatsen. Structureel heeft de burgemeester al gezegd dat hij ook op andere plaatsen een dergelijke concentratie niet meer zal accepteren. En dus zal men ook op andere plaatsen gaan optreden als dat nodig is. De ministers van de 8 Noordzeelanden zijn het vandaag in Bremen in principe met elkaar eens geworden dat schepen in de Noordzee geen olie meer mogen lozen. Deze zee zal wat dat betreft een speciaal beschermd gebied moeten worden. Een principeakkoord dus, maar nog geen echt besluit. Dat hebben de ministers namelijk nog 3 jaar voor zich uitgeschoven. Ook op het punt van het lozen van chemicaliën kan men eigenlijk niet verder dan het toespitsen van een bestaand verdrag, dat overigens pas over 2 jaar zal ingaan.
Duidelijkheid is er wel gekomen op het punt van het lozen van licht radioactief afval en baggerspecie. Dat gaat verboden worden. Mevrouw Smit, bent u nu tevreden met deze resultaten? Niet ontevreden is waarschijnlijk het beste antwoord. Er is een politieke impuls gegeven. We hebben huiswerk afgesproken. En voor Nederland een heel belangrijk punt bereikt. Dat als de Noordzee tot speciaal gebied verklaard wordt, dat dat onlosmakelijk vastzit aan havenontvangstinstallaties en bepaalde uitrustingen voor de schepen. Dus buitengewoon belangrijk. Maar erg concreet is het verder allemaal niet. Hè? Het is eigenlijk meer een congres van de goede intenties geweest. Hè? We hebben afspraken gemaakt die wel concreet zijn. Dus heel duidelijk afgesproken dat bijvoorbeeld ten aanzien van de baggerspecie maatregelen genomen gaan worden. Dat bepaalde lozingen niet meer mogen plaatsvinden in de Noordzee. En met de PCB's zijn ook afspraken gemaakt op voorstel van Nederland. De deelnemers in Bremen lijken tevreden. Maar de olie- en chemicaliënvervuiling in de Noordzee zal voorlopig onverminderd doorgaan. De maatregelen die nu zijn voorgesteld zijn deels gebaseerd op al bestaande verdragen of worden ver vooruitgeschoven. Pas over 3 jaar, bij de volgende Noordzeeconferentie in Londen, hebben de landen een kans om de goede voornemens om te zetten in daden. De klok luidt voor veel Arubanen. Een uittocht verwacht men daar. Daar is de politiek leider van Aruba, Betico Cruz, bang voor, nu de grootste werkgever op het Antilliaanse eiland zijn poorten sluit, namelijk de grote olieraffinaderij Lago van de Amerikaanse maatschappij Exxon. Die maatschappij wil af van de miljoenenverliezen op Aruba. Betico Cruz kampt nu met een nog grotere werkeloosheid dan er al was. Onze verslaggever Erik Boshuizen vroeg Cruz of de eilandbewoners nu massaal zullen vertrekken. Ja, ik sluit het niet uit. U bent er bang voor? Jazeker. Aangekondigde sluiting betekent ontslag voor 900 mensen. Aangezien onze economie op 2 pijlers berust, is gestoeld. De toerisme is een beetje achteruit gegaan. En dit was de eerste pijler. Dat zou inderdaad een fatale klap zijn. Heel wat rekenwerk aan te pas komen met de Nederlandse minister van Antilliaanse Zaken, de koning. Dit om na te gaan of Aruba's wens om in 1986 een aparte status in het eilandverband te krijgen nog wel haalbaar is. Natuurlijk heeft het een invloed op het hele proces. Maar wij gaan door met de status aparte en we gaan door met het voornemen om onafhankelijk te worden in 1996. Al moeten we stappen achteruit doen. Zijn we nou arm of rijk? De status aparte gaat door. Maar met een failliet eiland? Dan zal het een heel arm eiland zijn, maar we hopen dat Nederland in deze een verantwoordelijkheid draagt. We eindigen met het weeroverzicht van het KNMI. Het is vandaag in het hele land zonnig en zacht geweest. Deze foto, vanmiddag gemaakt door de weersatelliet, toont door de heldere lucht ons land met vrij veel details. Een fraai beeld gaven ook de Alpen te zien vanmiddag. Door de schaduwwerking zijn bergketens en dalen duidelijk van elkaar te onderscheiden. De weerkaart van vandaag vertoont een krachtig hoge drukgebied boven Midden- en Oost-Europa. Uitgestrekte mistvelden en laaghangende bewolking veroorzaakten in Zuid-Duitsland en in enkele Oost-Europese landen koud en somber weer. In mist was het vaak niet warmer dan 2 graden. In Noord-Duitsland, waar volop zon was, kwam het kwik op circa 15 graden. In het zonnige Frankrijk liep de middagtemperatuur uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 graden aan de voet van de Pyreneeën. In Noordwest-Spanje en ook in Portugal kwam vandaag veel bewolking voor. Plaatselijk werd regen en onweer gemeld. Regen op grote schaal viel er vandaag in Ierland en Schotland. Dit slechte weergebied dringt langzaam naar het vasteland op. Het zal ons land pas morgenavond of morgennacht bereiken. De verwachting geldig tot morgenavond luidt, zonnig, maar later op de dag van het westen naar toenemende bewolking, in de avond mogelijk gevolgd door regen. Vannacht enkele mistbanken en minimumtemperatuur van omstreeks 8 graden. Middagtemperatuur circa 17 graden. Matige zuidelijke wind, langs de kust morgen af en toe krachtig. En tot slot zijn de vooruitzichten geldig tot en met dinsdag. Zaterdag mogelijk regen, daarna droog en perioden met zon. Middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Einde van dit 8 uur journaal. Een goede avond verder.